Eerder deze week vierden prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven hun 50-jarig huwelijk. Een goed huwelijk, zo lijkt het, en echte liefde. En dat terwijl er in de jaren 60 nog schande van werd gesproken omdat een prinses voor een burgerman koos. Want royals trouwden met royals, of anders toch op zijn minst met iemand van adel. Een heleboel mensen waren tegen ons huwelijk. Ook misschien wel voorstanders, maar je merkt, je hebt iets meer last van de tegenstanders eigenlijk. En dan gaat men uit hoe je zou zijn of hoe je moet zijn. Dus je werkt met ontzettend veel veronderstellingen. En vroeger, toen je ontdekte dat er veel kritiek was op dit, op dat, heb ik nog proberen aan te passen. Maar dat moet je niet doen, je moet jezelf blijven. Dat heeft me wel tijd gekost om te ontdekken dat je alleen dit kan overleven door jezelf te blijven gewoon. Hoe vervelend het ook is. Ja, Justine en Jeroen, jullie zijn allebei royalty-kenners en watchers. Dit komt uit een exclusief interview wat jij had met het echtpaar, Jeroen. Wie waren er zo tegen dat huwelijk? Want hij praat over dat tegenstand. Nou ja, mensen gewoon uit de directe omgeving van met name prinses Margriet, prins Bernhard. Die was er mordicus op tegen, of niet? Ja, ze vonden echt dat moet iemand van adel zijn, want het sprookje moest in stand houden. En dan trouw je niet met zomaar een burgerman uit de buurt van Rotterdam. En ja, dat was Pieter wel, maar het was gewoon echte liefde. En ze hebben elkaar ontmoet in Leiden tijdens een studierechten. Het was een groot geheim. Het lekte op een gegeven moment uit. Het Leids Dagblad zou het publiceren. En toen is het voortijdig afgekondigd. Nog voordat Beatrix en Klaus bekend werd. Dat dus eigenlijk onder druk van het nieuws wat uitging lekken is dat gebeurd? Ja, maar er zitten prachtige verhalen en anekdotes achter dat ze echt in het geheim elkaar moesten ontmoeten. Ik begreep dat Pieter zelfs een soort nepvriendin had. Ja, dat was een soort cover-up, een rookgordijn. Dat niemand maar door zou hebben dat hij met prinses Margriet iets zou hebben. Dus er was een goede vriendin van Margriet en dat was zogenaamd de lover van Pieter. En Margriet ging dan wel gezellig mee, maar in werkelijkheid ging het om die twee anderen. Ja, we hebben er een klein stukje over. Het lekte uit, er was een aankondiging in de krant. Ik dacht dat het Leidse Dagblad. Ja. En dat het erin zou komen dat wij elkaar aardig zouden vinden. Het was geforceerd eigenlijk. Geforceerd dat het gepubliceerd werd. Okay. Ja. En het was uitgelekt. Hoewel ook dat voor ons een verrassing was. Want we mochten al een tijd lang. Zagen we elkaar niet meer. We zagen elkaar wel. Maar alles in het geniep en in het geheim. Dus dat... Met verkleed partijen aan toe, geloof ik zelfs. Nou, ook zij met pruiken. Zij liep met pruiken om niet herkend te worden. En ja, voor mij was dat iets makkelijker. Zo, ja, nu zou ik een pruik ook nodig hebben, maar het was toen makkelijker. Nou, we hadden het net over dat Bernhard tegen was. Maar Beatrix was ook tegen dit huwelijk van haar zusje. En ja, die was nog wel wat strenger. Tenminste, dat wordt gezegd. Hè. We hebben het natuurlijk niet van de prinses zelf vernomen. Maar het was gewoon in die tijd nog eigenlijk, dat deed je niet. Je trouwde of met een prins, en als zo niet, maar in ieder geval iemand uit het buitenland. Nou, deze kwam uit Nederland en was geen prins. Maar ook Pieters vader had moeite met dit voorgenomen, of met deze relatie. Hij was nogal een vogelliefhebber en die zei, een mus trouwt niet met een mees. Nou, en dat, je moet toch een beetje op je eigen stand huwen in die tijd, 50 jaar geleden. Het is wel en niet lang geleden, in de zin van dat het zo'n andere wereld is ten opzichte van nu, qua opvattingen. Ja. Ja. Maar het was baanbrekend, want daarna volgden natuurlijk vele burgermeisjes tot aan de bekendste. Maar even over dat baanbrekende dan, Jeroen, want daar komen we zo op natuurlijk voor Willem-Alexander en Maxima. Nu praten we erover vanuit de blik van een 50-jarig huwelijk wat leuk is en goed is gegaan en liefdevol. En je ziet de humor, gedeelde humor tussen die mensen. Dat moet afschuwelijk zijn geweest in die tijd. Dat je aankomt zetten met je grote liefde. Het wordt afgeraden, ja. Ja, en niet weinig. En tegengewerkt. Ja, en je vader en je zus. Ze zeiden echt letterlijk, dit huwelijk is gedoemd te mislukken en doe het niet. En ze hoopten, de omstanders, dat het zou overwaaien. Hij moest nog afstuderen. Ja, ze hadden allerlei voorwaarden. Ik ga maar eerst studeren, dan in militaire dienst. En als rekken, dan zal er wel afstel komen. Maar het was echte liefde, dus hebben ze doorgezet. En Pieter zegt ook in dat interview dat hij zo waardeert dat Margriet met hem is meegegaan en daarin is trouw gebleven. Klopt, dat is een mooi moment uit het interview, dat hij haar bedankt eigenlijk dat ze zo lang bij hem is gebleven, ook in die moeilijke tijden. Ik vraag me af, toen ik het zat te kijken, van hoe vergeef je de mensen die dat huwelijk hebben afgekeurd? Hoe neem je plaats in een familie? Volgens mij doe je dat doordat je ziet dat die mensen veranderen en hun zegen uiteindelijk geven, soms jaren later. Van Beatrix
via premier Balkenende destijds heeft hij een hele hoge onderscheiding gekregen voor al zijn werk voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Transportveiligheid, heeft diverse voorzitterschappen gedaan. En toen was het eigenlijk het moment van de ultieme erkenning van... Ja, eerder al, in 1980, natuurlijk bij haar inhuldiging, ja, dat... tot hun verrassing ook... Een beroep wordt gedaan. Dat zij zei, ja, ik hoop dat toch dat ik een beroep kan doen op mijn zus. Ja. En professor meester Pieter van Vollenhoven. Dus dat was eigenlijk, dat is 1980 al... Nou ja, dan... Voor het publiekelijk zeggen van je hoort erbij. Ik dacht, die eerste koninginnendagen waren ze er nog niet bij. Dan ging koningin Beatrix echt met haar gezin erop uit, de eerste keer naar Veren. Maar later kwam ook de Apeldoornse tak, zoals dat dan genoemd wordt, deed mee. En nog steeds natuurlijk, nu niet meer Pieter en Margriet, maar wel hun kinderen. Dus Apeldoorn is wel inmiddels, het is niet meer zoals... In die tijd Den Haag en Apeldoorn, twee gescheiden gebieden. Het is nu wel one big happy family geworden. Maar je ziet heel duidelijk, hij zegt van... hij moest echt zijn plek wel nog veroveren. Mm-hmm. Hij moest, zei hij. En hij had het vertrouwen van Juliana. Precies. Die geloofde in het huwelijk en die gaf haar zegen. En dus kon het uiteindelijk doorgaan. Maar daardoor heeft hij zo gewerkt aan een eigen carrière... om iets te betekenen ook voor het land. Om eigenlijk dat respect te krijgen van, ja, ik mag er zijn. Dat hij het verdient, dat hij er mag zijn. Nou, het kwam uiteindelijk goed met die verloving. We zijn mijn ouders erg dankbaar dat de verloving nu bekend is geworden... en dat we er geen geheim meer van hoeven te maken. En ik ben erg gelukkig dat u op deze manier kennis kunt maken met... Ja, u begrijpt, dit is de gelukkigste dag in mijn leven. Margriet en ik hebben elkaar leren kennen in Leiden... en elkaar heel goed leren kennen. En wij beiden... waren erg verlangend naar deze dag van de bekendmaking. Moet jij daar ook zo om lachen, Lara? Ja. Ja. Het is ver voor mijn tijd, inderdaad. Het accent is zo grappig, vind ik altijd. En zo plechtig praten. Hij praat nu veel minder deftig. Ja, dat is dit is precies verschil. Dat hij zich wilde aanpassen aan van... ja, dit wordt van me verwacht en ik moet zo praten. En gelukkig is dat helemaal afgevlakt. En is hij totaal zijn eigen weg gegaan, uiteindelijk. Ja. Ik vind ze wel ook heel lief tegen elkaar. En ook bij het huwelijk, dat hij ook even haar sluier zo recht zet... en haar heel lief een kus op haar wang geeft... Ik kan er eindeloos naar kijken. Ja, ze kunnen ook wel met zelfspot. Want ik ben wel eens een keer, toen had Pieter van Vullen, was jij ook... een fototentoonstelling in Amstelveen. Ja. En Margriet was verlaat, file of wat dan ook. En hij was al begonnen aan zijn toespraak. En zijn echtgenote komt de zaal binnen. Hm. Nou, die heeft er dus net als bij een cabaretier. Dan moet je ook niet te laat binnenkomen. Waarbij de professor ook niet. Dat heeft ze wel geweten. Dus het gaat ook wel met heel veel humor en grapjes en... Ja, ik denk dat dat wel heel erg leuk is aan deze twee. Ja, dat helpt je denk ik ook door de tijd heen in ieder geval. Dit was baanbrekend, zei Jeroen, wat ze deden. Het is ook gelukt in die zin. Tegelijk heb je, want jij zei, dat deed je gewoon niet. Royals trouwden met royals. Nou, het begon toen een beetje te kinderen. Het was ook in Scandinavië... waren er toch wel prinsen. Al van hun generatie? Ja, die moesten nog langer wachten. Koning Harald van Noorwegen, die was verliefd geworden op een burgermeisje... ook uit eigen land, hier. En die heeft echt 9 jaar moeten wachten. Zijn vader was mordicus tegen. Hij heeft op een gegeven moment gezegd... het is Sonja of het is niks, een soort ultimatum bijna. En ze zagen toen van, nou, dat begint een beetje te komen nu... Mm-hmm. in de wereld van de vorsten, trouwen met een burger. Pieter en Margriet zijn ze voorgegaan. En een jaar later kreeg hij ook toestemming om te trouwen. En die zijn ook nog steeds heel gelukkig met elkaar getrouwd. Zou je kunnen zeggen, Jeroen, dat Margriet en Pieter... eigenlijk de weg hebben vereffend voor Maxima en Willem-Alexander. Tuurlijk. Zonder hun niet had... En al hun schoondochters van de Apeldoornse tak. En dat zijn allemaal prinsessen geworden. En eigenlijk had Pieter ook de titel prins moeten krijgen destijds. Mm-hmm. Maar hij was wel de baanbreker. En wat Justine aanhaalt van Noorwegen... dat gold ook wel een beetje voor Willem-Alexander en Maxima. Want daar was natuurlijk heel veel tegenstand tegen. Men moest heel scenario af om vader Zorrieta niet bij het huwelijk te krijgen. Die wilde maar dat wel was komen. Meer het probleem dan dat het een burgermeisje was, ja, maar toch? Het huwelijk was heel kritiek. Dat heeft niet veel gescheeld of het was doorgegaan... maar zonder parlementaire goedkeuring. En dan had hij geen koning kunnen worden. Dus hij koos ook heel duidelijk voor de liefde. En misschien ook wel op advies van Pieter van Vollenhoven en Margriet. Want daar is Willem-Alexander heel erg close mee geweest altijd. Maar ik geloof niet dat het feit dat Maxima een burgermeisje was... dat nou zo zwaar. Nee, dat had meer in het verleden van een andere zorg. Maar precies. Het feit dat ze voor de liefde kiezen... en volgens mij is dat een beetje begonnen met Beatrix en dat het geaccepteerd wordt...
Dat is wel heel fijn, want daarvoor waren alle huwelijken gearrangeerd. Ja, en ja. Men ging vreemd bij het leven en er waren maar ik vind Charles en Camilla zo'n voorbeeld, dat Charles moest trouwen met Diana. Want ja. Hij was ja. Wel van adel en dat was die en uiteindelijk is het op een of andere manier toch nog goed gekomen in de zin dat Camilla nu met Charles is. Ja, het maar is wel altijd zijn maîtresse geweest. Precies, maar ik bedoel, dat is toch eigenlijk een horrorverhaal. Ja, ja dat met vroeger heel gebruikelijk ja. Natuurlijk, gearrangeerd. Ja. Ja. Tot slot, is het zo dat, en gelukkig voor de liefde, want die zegeviert, je mag trouwen met degene waar je van houdt, maar doet dat afbreuk aan de reputatie of de standing van een koninklijk huwelijk of het koningshuis, als er zoveel mensen een deur dat was natuurlijk wel de angst. Dat was natuurlijk wel de angst, want dan kan iedereen koningin nou of ja, koning precies. Worden. Ja, het ligt aan de mensen zelf. Dat zie je aan Maxima, die is op en top koningin geworden. En dat is echt fantastisch. Maar ook die Sonja van Noorwegen is echt een koningin. Een super strenge koningin, nog wel strenger en meer royal eigenlijk dan een echte iemand uit die kringen. Dus ja, ze bouwen aan hun positie en dat doen ze heel goed. En dan werkt het. Ja. Je ziet in Zweden bijvoorbeeld, daar is de kroonprinses Victoria. Die is getrouwd met haar voormalig fitnessinstructeur. Dat wist ik. En die is toch naar een soort prinsenschool gegaan, noem ik het dan maar even. Dus die kreeg iemand die hem kledingadvies gaf. Hoe begroet je mensen, ja. Je etiketten. In Spanje een presentatrice, hè? Dus dat is misschien wat voor jou een groot voorbeeld. Die is ook, Dank Jeroen, een mooie afsluiter is dit. Ja. Het hele gesprek van Jeroen Snel met prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven is morgenavond te zien in Blauwbloed om 7:50 bij de EO op NPO 2. Dank jullie wel. Thank you.